zit met Annegien, waarschijnlijk beter bekend als Fetching Tigers, onder haar Instagram-account. Je bent hartstikke populair, veel volgers, dus ik vraag me af, ben jij eigenlijk wel bezig met jouw studiekeuze? Ja, tuurlijk. Ik denk dat iedereen die in zijn eindexamenjaar zit wel bezig is met zijn studiekeuze, dus ik ook. Oké, en dan ga je fotografie studeren, denk ik. Ja, dat ligt inderdaad voor de hand, maar ik vind fotografie een te specifieke studie. Dus ik zit meer te kijken naar misschien biologie of waarschijnlijk grafisch design. Oké. En let je dan op specifieke dingen nog bij zo'n studie? Bijvoorbeeld welke stad het is of wat je later mee zou kunnen gaan verdienen? Ik denk dat dat wel factoren zijn die een kleine rol spelen. Maar volgens mij is het belangrijker dat ik de sfeer van de school leuk vind. En dat ik echt een goed beeld voor ogen heb van wat de school inhoudt. Dus ik denk factoren als een stad. Een stad kun je altijd leuk maken. En wat je er later mee gaat doen, weet je, daar kun je nu toch niks over zeggen. Dus ik zou er niet al te veel op letten. Ja, en ben je daar ook naar een open dag geweest om te kijken? Ja, ik ben naar Amsterdam geweest, naar Utrecht, naar Arnhem om te gaan kijken. Ja, waar heb je toen speciaal op gelet of wat heb je gevraagd? Ik heb gewoon echt dingen over de school gevraagd. Dus hoe is het om hier les te krijgen? Wat houdt het nou precies in? En als slot heb je nog een tip voor iedereen die ook aan het zoeken is op zijn keuze? Ja, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je iets kiest wat je leuk vindt. Weet je, je gaat toch 4, 5 of 6 jaar iets doen. En ik denk dat het gewoon het beste uitpakt als jij gewoon iets hebt gekozen waar je ook al je positieve energie in kan steken. Oké. Dankjewel.